De kampioen in de KF5-klasse, Max Koebold. Het verschil was 2 punten, hè? Met jouw concurrent Dimitri Erhard voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja. Wat voor spanning geeft dat? Ja, het was wel spannend. Hij had eigenlijk, ook met die afdruk, had hij in ieder geval 1 keer derde moeten worden. Ja, en ik gewoon 2 keer eerste. Ja, was helemaal achteraan. Hoe ga je deze week dan naar zo'n wedstrijd toe? Denk je daar dan constant aan, ook als je op school zit? Ja. Ja? Want je kan toch de titel dan nog behalen, hè? Ondanks dat je tweede staat. Ja, dat was natuurlijk wel spannend. Want het stond op Kerpen, stond hij met afstek 11 punten achter. En toen op Kerpen won ik 2 keer. Dat was natuurlijk mooi. Ja. Kerpen heb je ook een dagklassement op je naam geschreven. Dat was eigenlijk de stap richting dat Nederlands kampioenschap, hè? Ja. Ben je gisteren hier aangekomen of vrijdag al? Gisteren. Dan kom je hier naartoe en dan weet je dat verschil met Dimitri 2 punten bedraagt, hè, officieel in de eindklassering. Heb je Dimitri nog gesproken? Nee. Nee? Het viel een beetje tegen, hè, want het ging niet van een leien dakje bij Dimitri. Nee. En jij had een superdag, had ik het idee. Ja, dat is wel goed vandaag. Alleen gisteren hadden we eigenlijk maar echt 2 goede trains kunnen halen. Want we hadden heel veel problemen hadden met die elektra van die motor. En toen was die kabel weer, toen de ontsteking, toen de startmotor. Je blijft grossieren in titels, hè? Want vorig seizoen had je de titel bij de mini-junioren, nu bij de KF5. Waar gaat dat naartoe? We gaan volgend jaar internationaal rijden. En als het kan, als er gewoon een weekendje vrij is, misschien nog een Nederlands kampioenschapje rijden. Maar we zullen jou niet zo frequent meer zien op de nationale banen volgend seizoen? Denk het niet. Ik denk meer hier op Genk. Je gaat nu echt je krachten meten met de sterke. Ja. Kijk je daarna uit? Ja, maar dat lijkt wel leuk. Want ik heb die race in Japan toen gereden. Dat is ook veel leuk met Nick de Vries een beetje vechten. Nou ja. Wel leuk. Nou, succes. Ga genieten van je kampioenschap, hè? Dank je wel. Wat ga je morgen op school vertellen? Ik heb herfstvakantie. Oeh, dus pas over een week kan je het vertellen dat je een Nederlands kampioen bent? Ja. Oké, succes, Max. Dank je wel.